afgelopen dinsdagochtend Mexico-stad. Het begin van het 46e staatsbezoek van koningin Beatrix. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima waren deze week op staatsbezoek in Mexico. De laatste dag was vandaag. Toen waren ze bij de piramides hier achter mij. Teotihuacan, de piramide van de zon, de piramide van de maan. Ze bezochten ze. En daarna was er het persgesprek. Daarin ging het natuurlijk over het huis in Mozambique van Willem-Alexander en Maxima, waar zoveel commotie over is geweest de afgelopen tijd. Koningin Beatrix was daar emotievol over. Ze zei: ik hoop dat er nu eindelijk eens eerlijk over wordt bericht. Verder wilden ze niet inhoudelijk op ingaan. Dat laat ze over aan de minister-president. Dat zei prins Willem-Alexander ook. Maar ook hij wilde wel even kwijt dat het hem raakt. Hij had er zelfs slapeloze nachten van. Want zei hij: het werk in en voor Nederland, dat is echt het belangrijkste in mijn leven. En dat mag nooit in gevaar komen. Mexico dus. Het land dat dit jaar heel erg veel in het nieuws is geweest. Vanwege natuurlijk de Mexicaanse griep. Sterker nog, een half jaar geleden, dan was dit staatsbezoek echt niet mogelijk geweest. In Mexico-stad ligt het openbare leven al dagen stil. Amigos, yo quiero exhortarlos a todos sin excepción, que en estos días de asueto que vamos a tener, en este puente que irá del 1 al 5 de mayo, te quedes en tu casa con tu familia. Ahorita no nos van a dejar trabajar hasta la otra semana, a todos. A ver mientras qué hago. O sea, aunque quiera trabajar, no puedo. O sea, hay que desinfectar todo y hay que lavar bien sus franelas y todo eso. ¿Y será para cuándo? Pues quién sabe, ahora sí que sí va a tardar un poquito, ¿eh? We didn't know what kind of virus was. I mean, now we know it. But by the time, we don't have information about what kind of virus, what kind of medicine you can use, drugs or whatever. How many people can die? So we took the actions immediately in front of the risk. Right now it's different. De koningin maakt zich geen zorgen over de Mexicaanse griep. De eerste dag van een staatsbezoek staat altijd bol van de plichtplegingen. De eerste is het leggen van een krans bij het Altar a la Patria. Het monument is neergezet voor de gevallenen in de oorlog met de Verenigde Staten in het midden van de 19e eeuw. In volle vaart naar president Felipe Calderón, die zelf te laat was. En daarom werd de koningin wat langer door de stad gereden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Thank you.
president Felipe Calderón is 47. In 2006 werd hij gekozen tot president. Hij laat tijdens dit staatsbezoek blijken dat hij belang hecht aan een goede relatie met Nederland. Een belangrijke investeerder. Zo is hij aanwezig bij het gesprek met de economische delegatie en dat gebeurt lang niet altijd. Op de binnenplaats van het presidentiële paleis wachten de kinderen van het Colegio Holandés. Maar anders dan de naam doet vermoeden, spreken ze geen woord Nederlands. Een prachtig uitzicht over de stad vanuit het Castillo Chapultepec. Daar is 's avonds het traditionele staatsbanket. My first acquaintance with Mexico dates from 1964, when I accompanied my parents on their state visit to your country. I cherish wonderful memories of this unforgettable experience. That is also true, of course, of my honeymoon, which took me to Mexico again a few years later. My father, Prince Bernard, had a great love for your country and visited frequently. As a result, we, his children, grew up with Mexican music, for which he had a true passion. Woensdag. De burgemeester van Mexico stad ontvangt. Welkom van Mexico. Everything is better than this.
Santa Maria de Ribera is een school waar jongeren, maar ook volwassenen, een vak wordt bijgebracht. ¿Y de cuánto tiempo es el curso? ¿Cuán largo es el curso? El curso es de 2 meses. Okay. ¿Y vienen sabiendo algo o no, ustedes nada, todo de cero? Nosotros les enseñamos a todo. Okay. So what is the reason they choose this specific course? Because it's a a complete course that is with nails, it's with the hair, it's with all the beauty things that they okay, do. Okay, but if I come in here, you will not put me in this group. Yes, I don't know. You can learn if you want. This is a capacitation school where the students study in order to go to work in the private industry. They can develop skills like handcrafts, cooking, make dressing, English, obviously, then computers, and they are ready. As soon as they finish study the courses, they are ready for working into the industry. The nails. Yes, gel nails. Yes. Escogimos esta cuestión. ¿Y se quedan pegadas? Sí. ¿Cuánto tiempo? Un día, ¿no? Un mes. ¿Cómo haces? ¿Cómo se lava la casa? ¿En casa? Normal. ¿Ya? Sí. Normal. Son como las uñas. Bienvenidos. ¡Ah, qué gusto! Mexico heeft een eeuwenoude cultuur die teruggaat tot voor onze jaartelling. De koningin bezoekt woensdagmiddag het Antropologisch Museum. Prins Willem-Alexander is op dat moment bij een seminar over duurzaamheid en energie. En prinses Máxima praat met de Mexicaanse minister van Financiën. They're going to make paper out of old paper, they're making new paper. Recycling. And you can see it right there, that's the project. Right there.
Yes. Go ahead, go ahead. Take it in your hand so that you can see. Entonces vamos a meter esto así. Poco, poco, poco. Eso. Eso. Muy bien. Qué bien. ¿La llevan ellos a sus casas o no? Les gustan los bigotes. ¿Y la traen aquí? ¿La pueden usar para su casa o en la escuela? Vlakbij ligt het dorpje Dolores Hidalgo. Pastor Miguel Hidalgo luidde hier in 1810 letterlijk de Mexicaanse onafhankelijkheidsstrijd in met zijn kerkklokken. Se acabó la lucha. Si nos permite una fotografía. The one on the 15th of September. Is that the one up there, the small one, or is it? No, it's another one, the original one. Guanajuato is een van de mooiste Mexicaanse steden met veel toeristen uit binnen- en buitenland. Callejonadas, in traditionele kleding, begroeten koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Prettig kennis te maken. Op bezoek? Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima waren dus op een staatsbezoek in Mexico. Vanmiddag hebben ze nog ontvangst voor alle Nederlanders die in Mexico wonen. En dan zit het erop, terug naar Nederland. Dit was het vanuit Mexico.